Dit is ook wel lekker? Ja, dit is jij. Hoi allemaal en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe weekvlog. En deze weekvlog draait eigenlijk alles een beetje om balans. Want hoe doe je dat nou als je het mega druk hebt in een week? Dat je eigenlijk gewoon bijna van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat onder de pannen bent. Je gaat ook nog eens uit, je gaat ook nog eens uit eten. En je wil eigenlijk ook nog sporten en gezond eten. Hoe dan? Hoe blijf je on track, zoals dat heet, in een busy week? Oké, dit was ineens allemaal hysterisch Engels, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. We starten deze week weer eens op zaterdag zoals altijd en ik ga hardlopen. Vandaag staat op het programma, ik heb nog een interview met iemand waarvan ik het eetdagboekje weer heb geprobeerd. En daarna is de laatste voorstelling die ik heb geregisseerd. Daarvoor moet ik dan ook weer vroeg er zijn. Ondertussen wil ik nog monteren en vanavond ga ik uit. Druk, 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 druk. Maar toch sta ik hier in mijn hardloopoutfit, want ik ga hardlopen. Weliswaar geen enorm lange duurloop. Het wordt een rondje van 5 kilometer. Maar hey, ik ga het wel doen. En dat is meteen mijn eerste tip die ik deze week geef. Ga het gewoon doen. Sta op tijd op en zorg dat je gewoon een klein rondje rent. Ook al is het dus maar 5 kilometer. Ook al is het maar 2 kilometer. Maakt niet uit. Als je het doet, heb je al in ieder geval het gevoel dat je lekker hebt bewogen. En ga je al meteen fitter de dag in. Daarnaast ben ik deze dag begonnen met een theetje en een half liter water en mijn medicijnen en mijn multivitamine en ook mijn paranoot voor de selenium. Dus ik ben al nu de dag gezond begonnen. Een hele goede morgen, het is zondag en welkom bij mijn allereerste YOLO-dag. Het laatste shot wat jullie hebben gezien was dat ik zei dat ik had ging hardlopen. Dat had ik gedaan. Toen ging ik ontbijten door naar Utrecht. En daarna ben ik weer doorgegaan naar huis. Heb ik nog gemonteerd om vervolgens weer 's avonds naar de laatste voorstelling te gaan. Ja, kijken toch wel. Om dan vervolgens uit te gaan, wat super leuk was. En ik ben echt best wel een beetje brak. Het is nu 11 uur en dit is mijn ontbijt nu. Ik ben denk ik net een uurtje wakker, zoiets. Maar ik heb dus een YOLO-dag in het leven geroepen. Voor de mensen die dat niet weten, YOLO staat voor You Only Live Once. Het is een Engelse uitspraak. Het was op een gegeven moment was het helemaal hip. Toen gingen alle jongeren roepen YOLO en dan gingen ze hele rare gekke dingen doen. En eigenlijk heb ik dat altijd gewoon een beetje voor de grap ook wel een beetje gedaan. Onder het mom van, gewoon doen waar je zin in hebt. En daar staat eigenlijk YOLO voor mij wel een beetje voor. Gewoon doen waar je zin in hebt. En ik merk, ik heb vorig jaar bijvoorbeeld, of ik heb gewoon een aantal jaren, heb ik echt wel eens van die weekenden, nou ik weet niet of je dat herkent, maar dan had ik bijvoorbeeld zaterdagochtend een interview nog voor mijn YouTube kanaal. Dan in de middag ging ik lunchen met een vriendin, of dan weet ik veel, ergens een theetje drinken. En in de avond had ik dan ook nog een verjaardag en om dan vervolgens zondag ook weer een hele dag met vrienden af te spreken. En dan in de avond nog weer bij mijn ouders te eten en dan kwam ik thuis en dacht ik, oh ik moet nu eigenlijk ook nog mijn video monteren. Nou, dat soort weekenden heb ik echt gehad. En best wel vaak weken achter elkaar. En zeker nu ik ook 5 dagen in de week werk, ook al zijn het halve dagen en heb ik in de ochtend echt nog wat tijd, merk ik gewoon dat het me toch best wel opbreekt, zo'n weekend. Vandaar dat ik nu heb besloten dat ik altijd 1 dag van het weekend een YOLO-dag heb. En daarop doe ik alles wat ik wil. Niet dat ik dat andere dag niet doe wat ik wil, want afspreken met vrienden wil ik ook heel graag. Maar dus stel, zeg maar even in het voorbeeld, iemand vraagt aan mij, hey Jessica, wat doe je 7 maart? Nou, dat is toevallig een zaterdag. Zeg ik, nou niks, dan plan ik de zaterdag in voor de leuke afspraak. En dan zondag 8 maart plan ik meteen in als YOLO. En tot 48 uur voor mijn YOLO-dag mag ik niks inplannen. Dus stel, ik denk, nou het was eigenlijk een hele rustige week. Ik heb al mijn to-do's af kunnen krijgen. En nou, ik heb helemaal niet zoveel behoefte aan zondag helemaal niks doen. Dan plan ik een leuke afspraak met vrienden in. Of misschien denk ik, nee, ik heb eigenlijk wel zin om lekker in bad te gaan. Of uitgebreid even me-time te hebben. Nou, doe ik dat. En op de dag zelf doe ik ook gewoon lekker alles waar ik zin in heb. Wil ik hardlopen, ga ik hardlopen. Wil ik nog een kledingstuk naaien, ga ik een kledingstuk naaien. Wil ik mijn huis schoonmaken,
dat komt nooit voor. Maar goed, stel ik wil dat ineens, dan ga ik dat doen. Ik doe alles waar ik zin in heb. Of als ik nu ineens denk, nou ja, zoals vandaag, hey, ik heb zin om samen met iemand te lunchen. Nou, dan heb ik diegene en dan zeg ik, hey, zin om vanmiddag te lunchen. Weet je, ik vind het gewoon fijn om in ieder geval een dag open te houden voor spontane afspraken. En niet elke keer maar mijn agenda helemaal vol te proppen. Dus vandaar mijn allereerste YOLO-dag. Ik had hem expres na de voorstelling gepland. Want ik moet zeggen, het valt nog mee met de hoofdpijn. Ik ben gewoon wel een beetje brakjes. Maar ja, ik heb ook maar. Ik lag om 2 uur in mijn bed. Op zich heb ik wel 6 uur geslapen. Het was wel een topavond. En de beste voorstelling die ze ooit hebben gespeeld. Echt fantastisch. Ik heb zo genoten. Het ging echt zo goed. Dus heel tof. Maar goed. Tot zover de YOLO-dag. Ik heb geen idee. In principe stond er niks anders op de planning dan bed en bad. Maar ik kijk wel waar ik zin in heb. Of ik zin heb om lekker nog iets te naaien. Of ik zin heb in een rondje hardlopen. Eigenlijk wil ik dat nog wel. Want ik wil dat een beetje oefenen. Maar ik zie wel. Dit, dames en heren, is de laten we alles op één bord bij elkaar gooien en hopen dat het lekker smaakt maaltijd. Ik heb appelmoes, zuurkool, avocado, kikkererwten, zongedroogde tomaat, hummus, komkommer en mango. Ja, ik vind het allemaal lekker, dus het zal wel lekker worden. Een hele goede morgen. Het is maandag. En ik doe ondertussen even mijn sportschoenen aan, want ik ga naar de gym. Maar terwijl ik mijn sportschoenen aandoen, wil ik weer even met jullie kletsen. Over hoe chill het afgelopen weekend was. Want het was echt heel grappig eigenlijk, vind ik dan hoe dat werkt. Want doordat ik mezelf op zondag, dus gisteren, ja, als het ware een kater had gegund. Ik had gewoon niks op mijn planning staan. Ik zorgde ervoor dat alle to-do's die ik wilde doen die week, waren al gedaan voor zondag. En doordat ik dus niks meer hoefde te doen. Nou, ik had gewoon geen kater. Het was zo bizar. Ik voelde me gewoon topfit gisteren. En nou ja, meestal komt de kater 2 dagen later. Tenminste, op mijn leeftijd. Maar nu ook. Ik voel me echt super fris. Ik heb zin om te sporten. Ik moet zeggen dat ik wel even een beetje dubbel ben. Want ik dacht, ik heb eigenlijk ook wel een beetje haast. Want ik moet om 9:30 weer op mijn werk zijn. Maar het is nu 8:10 en ik moet uiterlijk 9:15 de deur uit. Dus ik moet gewoon even in de tweede versnelling. Maar het komt helemaal goed. Ik heb er zin in, mensen. Echt, ik zit goed in mijn energie. Het gaat goed met me. En ja, dit is voor mij een balans. Gewoon in het weekend af en toe gewoon lekker even losgaan. Even dansjes doen. En op maandag weer fresh in mijn workout outfit. Ja, ik doe dit, maar ik ga mijn benen trainen. Dus ik zeg, let's go. Zo, mijn after workout maaltijd. Een heel dik ontbijt. Met 2 boterhammen. Eentje met amandelpasta. Of tenminste, amandelspijs noemen ze het. En pindakaas en banaan. En ik heb mijn proteïnepoeder heb ik gemixt met water. En wat creatine banaan erin gedaan. En chiazaad. En een kop gember citroenthee. Er wordt zojuist bij mij aangebeld. En ik heb een pakketje gekregen. Dit doosje. En ik dacht eerst, wat krijg ik voor pakket? Maar ik denk dat ik het weet. Cadeautje! So vegan, so fine. Ik heb namelijk meegedaan aan een winactie van Veggie Reporter. En ik kon daar deze spreads winnen van So Vegan, So Fine. Ik ga jullie even iets meer naar beneden. Dan zie je misschien iets minder mijn hoofd. Maar wel wat er in de verpakking zit. 4 verschillende soorten potjes. Potje 1 is So Vegan, So Fine. Witte kokospasta, dat is potje nummer 1. Potje nummer 2 is hazelnootspread. Potje nummer 3 is chocoladepasta. En potje nummer 4 is pâté au tartin chocolat. Geen idee wat ik daarbij moet voorstellen. In alle 4 de potjes zit wel rietsuiker, zie ik. Maar geen palmolie. En dat vind ik echt super goed. Daar ben ik echt heel trots op. Want ik probeer eigenlijk ook wel suikervrij. Maar voornamelijk palmolievrij te leven. Het is echt heel erg. Ik wil ze eigenlijk nu alle 4 voor de camera gaan proeven met jullie. Ik begin met de chocoladepasta. Want daar, ik dacht ik begin gewoon met hetgeen waarvan ik verwacht dat ik hem sowieso wel lekker ga vinden. De chocoladepasta dus. Inderdaad, gewoon chocoladepasta. Ik zal even een nieuw lepeltje pakken. Is wel zo netjes als er ooit nog gasten komen.
die een vegan smeerslotje willen. Ik ben hier toch het meest benieuwd naar. Chocoladepasta, pâté à tartin au chocolat. Ik ben heel benieuwd wat dat een verschil tussen deze en die ander is. Hmm. Wow, deze is zoeter. Er zit ook vanillepoeder in. Ik denk dat ik dat proef ook. Die andere is wat puurder en deze is wat zoeter. Dan de hazelnoot. Mmm. Wow. Dit smaakt gewoon naar, ja, noem maar zo'n merk. Waarvan je, net zoals Chocomel, heb je altijd zo'n standaard chocopasta merk. Nou, dat dus. En dan last but not least. De witte kokospasta. Deze is heel vloeibaar. Mmm. Oeh, deze vind ik... Ik hou van kokos. Ik denk dat ik die laatste twee stiekem nog het lekkerst vond. Ja, ik vind alle vier gewoon lekker. Maar ik denk inderdaad die laatste twee... Die ene smaakt echt gewoon dan naar... Ik wil zeggen duopnotti, maar dat heet niet zo. Oh. Ik kan er niet uitstaan dat ik niet weet hoe dat chocolademerk heet. Google weet alles. Nutella. Thanks. Jongen. Die hazelnootpasta smaakt echt naar Nutella. En de kokos vond ik ook wel heel erg lekker. Maar ik ga even kijken wat ik ermee doe. Want ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n type die gewoon een boterham ermee neemt. Dus ik moet even creatieve dingen ermee bedenken. Nou ja, bijvoorbeeld of door je op je pannenkoeken. Misschien ook wel op mijn havermoutje. Klinkt ook eigenlijk wel goed. Of bij je fruit. Mocht jij nou leuke ideeën ermee hebben, laat dat even weten hier beneden in de comments. Want wat zou jij doen met deze spread? Ik ben in ieder geval heel erg blij dat ik en dankbaar dat ik ze heb gewonnen. Ik vind het echt super tof. Dus Veggie Reporter, ook wel Mirjam gewoon. Dankjewel dat ik ze mocht winnen. En ook natuurlijk Vegan So Fine. Ik vind ze heel erg lekker. Ik vind het heel tof dat er vegan broodbeleg is. Wat ook palmolievrij is. Dus dat is helemaal top. En ik ga hier sowieso de komende jaar van genieten. Het is volgens mij allemaal een jaar houdbaar. Dus nou, dat komt wel goed. Ik weet niet of ik er een jaar lang ermee doe. Maar dat zien we dan wel weer. Een hele goede morgen. Ik zit hier met een super lekkere bak havermout. En ik wil het met jullie erover hebben. Over het feit dat ik vanavond lekker onbeperkt tapas ga eten. En er is een periode in mijn leven geweest dat ik echt fan was van onbeperkt tapas. En me helemaal ziek at. Gewoon letterlijk. Ik gewoon bijna kruipen naar huis moest. En er is een periode in mijn leven dat ik van onbeperkt eten een beetje in paniek raakte. En dacht, shit. Ik kan niet calorieën tellen. Ik weet niet hoeveel erin zit. En me daarna dik, vies en lelijk voelen. En nu ben ik in een periode in mijn leven dat ik weet dat zo'n avond natuurlijk eet je dan te veel. Maar ik ga gewoon genieten. En ik heb mezelf voorgenomen mezelf niet over te eten. Maar gewoon alleen de dingen te nemen die ik echt lekker vind. En daar ook gewoon van te genieten. Ik heb er zin in. Ik heb er echt heel erg veel zin in. En wat ook scheelt, vorige keer heb ik de kaart ongeveer uitgespeeld. In het restaurant. En nu ken ik het restaurant. En nu weet ik gewoon wat lekker, wat super lekker is en wat lekker is. Dus ja, ik ga gewoon nu de super lekkere hapjes nemen. En daarvan genieten. En daarnaast zorg ik gewoon dat zowel mijn ontbijt als mijn lunch gewoon voedzaam is. Zodat ik daar niet met hysterische honger aankom. En misschien ligt een beetje aan hoe ik me voel vanavond. Neem ik nog een eiwitshake voordat ik daarheen ga. Zodat ik in ieder geval eventjes gevuld ben. Want ik weet dat het brood daar bijvoorbeeld niet vegan is. Dus ja, tegen de tijd dat je je eten krijgt, duurt het wel even. Het is 6:10 en ik ben net thuis. En ik ga zo dus uit eten. Maar ja, tegen de tijd dat ik mijn eerste eten krijg, is het 7:45. Dat is over 1.5 uur. Nou, dan ben ik inmiddels uitgehongerd. En dan ga ik als een malle lopen eten. Blablabla. Dus ik kan... Ik weet ook niet waarom ik dit deed. Maar goed. Dus ik kan beter nu even een eiwitshake nemen. Dat ik even gewoon ergens honger heb gestild. En dat ik dan uiteindelijk gewoon lekker rustig kan genieten van alle lekkere hapjes. Zo, van alle lekkere hapjes die er zijn. Naast mijn bakje eiwitten neem ik ook even een groot glas water. Een hele goede avond. We zijn nu in het zusje. En ik heb hier een pizza. En de groente lumpia's. En ik kan je nu al vertellen dat de groente lumpia's zijn altijd mega lekker. Maar zal ik voor de video even de groente lumpia's. Ja, we kijken. En mijn dochter doet zo een of andere manier bang. Maar ik denk dat ze toch iets, maar ongeluk toch iets.
risico, hè? Ja, risico van plannen. Als er... Het is wel lekker. Dit is super lekker? Ja, dit is lekker. Net als jij? Ja. Dan heb ik het over... Gewoon nog een groenteloempje uit voor het idee. Arnhem, drie kwartier. Ja, maar dat is een ook klein avond. Het is vrijdag en ik ben net terug van een Dolly Parton feestje waar ik niet aan de alcohol ben gegaan, want ik vond het even wel weer klaar met de alcohol. En dat is ook wel een beetje hoe ik de balans hou. Op het ene feestje denk ik, nou, ik heb nu zin in alcohol, dan drink ik alcohol. En op het andere feestje, dan heb ik gewoon geen zin in alcohol. En dan drink ik geen alcohol. En dit was dan dus ook het einde van deze weekvlog. Ik hoop dat je, nou ja, een beetje wat tips hebt mee kunnen krijgen van hoe ik de balans hou. En ja, weet je, ik doe het ook allemaal niet perfect. Ik heb dus ook gewoon weken waarin ik niet zo gezond eet. Of dagen waarin ik niet zo gezond eet. En dan weer dagen waarin ik wel gezond eet. Of gewoon, nou ja, echt gewoon dagen waarin ik half gezond, half niet gezond eet. En ja, weet je, that's life. En ik heb net enthousiast op het podium staan zingen. Liever te dik in de kist dan een feestje gemist. Dus ja, dat is... Nou, ik wil niet zeggen dat is ook wel een beetje hoe ik leef. Maar ik ben me bewust van gezond leven en ik hou ervan. Maar het leefje is ook een beetje een feestje. En het moet ook leuk blijven. Dus dat. Daarmee wil ik deze weekvlog eindigen. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan check ik je vrijdag weer bij een extra video. Doei doei!